daarvoor ben ik niet op de hoogte. Ik heb begrepen dat twee bussen naar Brugge-Ponde waren gegaan. Maar dat zijn geen mensen van de ABOP. Dus het is duidelijk, die mensen zeggen, we zijn van de dus, of weet ik welke partij. Maar ik wil me niet gaan bemoeien met zaken. Pokie is op haar eigen verzoek ontslagen. En je gaat niet luisteren naar andere mensen. De mening van Pokie wil ik horen. Ik wil niet luisteren naar mensen die niet van de ABOP zijn. En de partij is een duidelijk standpunt genomen en ik hou me daarbij. Zo sprak vicepresident, tevens voorzitter van de ABOP, Ronnie Brunswijk, over mogelijke ontevredenheid binnen de partij na het vertrek van Diana Pokie als minister. Hij vindt dat zij die commentaar leveren op het vertrek van Pokie geen deel uitmaken van de partij. Ook geeft hij aan dat DNA-lid Michela Sumar-Huur een betere beurt zou maken als minister van Grondbeleid en Bosbeheer. Echter is vanwege andere redenen gekozen voor Dinota Forswijk. Het is een besluit van de structuren. Mevrouw Huur zou een betere beurt maken. Maar wanneer mevrouw Huur dan zou aftreden, dan komt iemand van partij Luhur in haar plaats. Dus dat is het gebeurd. Brunswijk weet nog niet wie de fractieleider van ABOP zal worden binnen de Nationale Assemblée. Anderzijds weet hij nu al dat bepaalde ABOP-leden binnen de Assemblée, zoals Edward Belfort, niet in aanmerking komen voor de functie. Wordt de nieuwe fractieleider? Nou, dat moet nog bepaald worden. Wat dan met Belfort? In ieder geval niet. Waarom niet? Moet ik je dat gewoon vertellen? Ik heb je al gezegd, in ieder geval niet. Dus ik wil daarvoor geen enkele andere mening geven daarover. Vicepresident, tevens ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk, vanmorgen bij zijn aankomst op zijn kabinet.